C'était très bien. Ouais. C'était une expérience, hein. Oui, jamais vu devant aussi, hein, ça. Hey, hallo. Hallo, koud. Ja, het bankje is nog niet helemaal droog. Maar we willen even... Ja, durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar hij zal... Ja, ik ben toch bang van wel. Hey, hallo. Hallo, koud. Ja, het bankje is nog niet helemaal droog. Maar we willen even verder met de voorbereidingen voor onze reis naar Turkije. Ja. Klopt. Het schiet toch wel op. Het is al eind oktober. Ja. Ja. Voor je het weet is het maart. Ja. En we willen natuurlijk onze twee donateurs en onze sponsor in Spanje niet teleurstellen. Dus we willen echt ook laten zien dat we echt nog wel mee bezig zijn. We hebben inmiddels een landkaart van Turkije gekocht. We hebben net even gekeken. Moeten we daar wezen? Ja, Denizli. Dat is, nou ja, ik weet niet, in de buurt van Izmir. Het is meer landinwaarts. Ja. En wat iets zuidelijker. Vlakbij ook Isparta, daar wil ik eigenlijk misschien al heen. Het komt in het boek van Alcibiades van Ilja Leonard Vijver voor. We hebben de tijd. Dus we hebben de tijd, dus we kunnen hier nog wel rondrijden. En we hebben een boek. Een mooi boek gekocht. Een mooi boek gekocht. Ja, met dat hebben we al eventjes. Nou, ja, ja, we hebben met allemaal achtergronden van de gebieden in Turkije. Ja. Wat er te doen is, wat er te zien is. Ja, dus heel dik boek, gelukkig allemaal Nederlands. Mooie plaatjes erbij. Ook over de cultuur van over Turkije. Over de cultuur, ja. Ja, inderdaad. Heel belangrijk. Ja. En het wordt, bleek vandaag, kwamen we achter onze eerste reis buiten Europa. Ja, dat wordt het zeker. Dat wordt het zeker, ja. Dat is echt onze eerste. Het begin van Turkije volgens mij is nog in Europa. Ligt dus nog in Europa. Ja, dit is het Europese gedeelte nog. Maar dit is al, denk ik, al het Aziatische gedeelte. Ja. Of we moeten daar meer Aziatisch zien. Maar goed, dan zien we... Dat zullen we nog even uitzoeken. Dat zullen we nog even uitzoeken. Ik had jullie nog even beloofd om te laten zien hoe het met de deken gaat die ik aan het haken ben. Waar ik een unboxing van heb gedaan. En nou, zoals jullie zien heb ik best al een end gehaakt. Maar het haakt ook heel prettig. Het is fijn garen. Het mozaïek, ja, daar zit een heel patroon bij, maar dat gaat ook eigenlijk vanzelf. Dus ik denk dat ik hem in de helft van de tijd klaar heb. Dus geen 8 maanden, maar 4 maanden misschien. Dus dit. En Queen Blanket. Queen Blanket van Wolplein in samenwerking met... Stylecraft, ja. Dat dus, ik dat weet als niet haken. Ja, maar ja, je hebt al zoveel haakwerk van mij gezien dat, dat je er wel iets van af weet. Maar mooi. Ja. Dus voor Turkije al af, denk je? Ja, durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar hij zal... Ja, ik ben toch bang van wel. Nou ja, goed. Maar dat vind ik wel weer een ander projectje. Ik heb genoeg patronen. Want ik heb, je hebt vandaag al een nieuw garen gekocht. Dus. Ja, maar daar kan ik geen deken van haken. Nee. Maar het is iets anders. Het hoeft niet altijd een deken te zijn. Nee. Dus dat. Okay. Ik vind de kleuren ontzettend mooi. Ja, ik ook. Dus laat maar weten wat jullie ervan vinden. Port Louis. Ja. Port Louis. Het is een campingcarpark. Ja, vlakbij Lorient. Ja. Je hebt hier stroom, zit bij de prijs in. Ja. Je kan je toilet legen, grijs water legen en water innemen. Ja. En dat zijn best wel ruime plekken, een beetje scheef. Je hebt wel blokken nodig. Ja. En nu gaan we even wandelen. Ja, we gaan even Port Louis in. We zijn nu bij de ingang van de campingcar. Park. Ja. Het is een beetje... Nou, het is geen camping, hè? Het is een
Kemper Car Park. Oh ja, hier is de ingang. Ja. Met zo'n pasje van de, wat vroeger de Etap heette. Ja. Kan je geld opzetten. Camping Car Park. Het is toch Camping Car Park, maar het is voor campers. Ja. Ja, en dan lopen we dan. Wel een beetje eng. Ja, een beetje scheef. Eng, scheef. Ja, ik weet niet of het te zien is op de film. Maar bij de, halverwege de muur. En dan van die gaten erin. Waar je dan... Links de camper. Oh ja, ja. Maar dit is best smal, dus... Oppassen waar je loopt. Ja. Ja, zeker. Ik ga niet zwemmen. Nee? Nee. Hoe koud is het? Koud. Zo? Zoiets, ja. Oh. Nou, ik was heel snel weg, dus ik denk dat het meevalt. Morgen. In een vochtig... Vochtig, druilerig... Voorstad van... Nant. Ja, hier zijn we gisteren aangekomen. Ja, iets met Loire in de naam. Ja. Zoiets. Want die ligt daar achter. Maar zoals gezegd, het is vochtig, koud... Ja, mistig. Mistig. We gaan fietsen. Ja. Naar? Nant. Nant, centrum. Ja. Waar zijn we ook alweer... Niet gisteren, maar eergisteren geweest. Eergisteren zijn we bij een optreden van Denise Prigent geweest. Dat is geweldig. Dat is echt heel erg mooi. Ik ben blij dat ik er geweest ben. Je hebt hem gesproken? Ik heb hem gesproken. Ik heb hem een hand gegeven. En toen hij wegging, kwamen we hem weer even tegen. Dus ja. Hij stond naast ons met zijn auto, naast onze camper. Ja, het was niet mijn muziek, maar ik moet zeggen dat het heel erg mooi is. Ja, ja. Muziek mooi, zang mooi. Ja. Ja. Dus. Maar nu Nant. Nant. En we gaan zien wat we gaan doen. Ja, we zien dus, wel. Dus veel te zien in Nant. Dus... Maar we moeten om 3 uur weer terug zijn, want dan moet er gewassen worden. Dan moet er gewassen worden. En, anders hebben we geen schone kleren. Nee. En ik moet de Amerikaanse beurs weer op vandaag. Oh ja. Ook dus nog. Ook nog. Genoeg te doen. Dus laat maar gauw gaan. Oké. Oké. Later.
mochten een kijkje nemen op de boerderij, dus dat ga ik even doen. Bij de koetjes. Dat zijn mooie dieren. Lekker aan het eten. Doorgebracht de boerderij. De dames naast ons zijn dus het dagje uit. Die komen terug zo te zien. Ineke is aan het omkleden. We zijn klaar voor vertrek eigenlijk. Dan gaan we er weer vandoor. En we gaan richting Bordeaux. I don't know, sent them real. Yeah. No? Ah? Yeah. Yeah. That's Brian. Hello, Brian. And Katie. Hello, Katie. We met them here on the campsite on, in the vineyard. And yep. We're going to buy some wine. Did yes. you? Yes, we just buy some now. Yeah, yeah. Yes.